Wil je nog even blijven zitten? Ja. Want mijn volgende gast is namelijk ook een Roemeense. En we gaan het ook weer even over Rotterdam hebben. En jij kent er vast, en ik denk, dames en heren, u ook allemaal, als u nu het volgende stukje ziet. Ze doen het heel scherp. Toont nog geen enkel teken van onzekerheid. De afsprong goed. Ja. Zij begon haar turnleven bij Dynamo Boekarest. Dat is de club van de gevreesde Securitate. In 87 won zij in Rotterdam het wereldkampioenschap turnen. Daar won ze 3 gouden medailles. Maar ernstige knieblessures deden haar van de erepodia verdwijnen. En nu zit het meisje met 18 lentes thuis in Boekarest bij haar ouders. Niks te doen. Maar niet lang meer. En vanavond is zij hier. Aurelia Dobre. Ga zitten, ga zitten. Aurelia, hoe ziet het leven na het turnen eruit voor je? Pot să vă spun că viața fără antrenament mi se pare o viață normală, dar asta nu înseamnă că duc o viață fără antrenament. Încă mai mă antrenez puțin pentru demonstrații. Ah. Oh, ja, natuurlijk. Ja, wat zei ze? Het leven zonder oefenen, is het een gezellig leven, gewoon leven. Maar zij trainen nog steeds voor shows, demonstratieve shows. En zij willen nog in deze leven blijven met oefenen en trainen. Maar geniet je er een beetje van? Van die vrijheid? Te bucur de această libertate? Bineînțeles că mă bucur de această viață în libertate, dar în primele zile mi s-a părut atât de dificil, pentru că eu n-am cunoscut ce înseamnă copilăria, am știut doar ce înseamnă munca și de aceea mi s-a părut foarte anormal. Iar despre România, pot să vă spun că într-adevăr este libertate, dar poporul meu a înțeles greșit această libertate, adică verbul dreptul de a nu munci. În câțiva ani sper ca România să ia exemplu de la poporul dumneavoastră, unde... Că ai onthouden allemaal? Ja, ik probeer het. Unde munca este pe primul plan. Kun je even kort samenvatten wat ze Ja, zeker. Zij geniet het wel natuurlijk, maar in eerste instantie vond ze raar en vreemd dat zij heeft zo vrijheid gekregen. Ja. Maar ons land en onze volk heeft ook nu vrijheid gekregen, maar heeft verkeerd gebruikt, dat zei ze. En ze hoopt dat ons land op een hoogste niveau als nu. Ze zal wel in de toekomst komen. Vraag eens even of ze mag roken, lekker eten, naar de disco, alles wat ze niet mocht toen ze nog trainde. Of ze dat leuk vindt. Voor mij is mănânci mult, duci o viață liberă, cum vrei tu. Bineînțeles, acum duc o viață foarte liberă și normală, dar nu exagerez. Adică în timpul gimnasticii nu aveam dreptul de a merge... De exemplu, la cinema sau de a mânca o înghețată în libertate. Dar normală, normală, nu exagerezi în altă... Ja, zal ik even weggaan, want dan kunnen jullie misschien even gezellig met elkaar praten. Oké, zij doet een normale leven. Ze vond het heel vreemd dat ze mag roken, ze mag alles doen. Maar nu doet ze alles? Ze doet niet alles op een verkeerde manier, maar ze mag alles doen. En als ze zin heeft, ze doet gewoon. Heb je verdiend met turnen? Heb je veel geld verdiend met turnen? Scurt, scurt. Nu am făcut gimnastică pentru bani, deoarece în România... Zij heeft niet verdiend. Wie dan wel? Cine? Cine a câștigat acești bani? Mai mult poporul român. Rumense guvern, Rumense staat, Rumense... En de begeleiders ook? Ze heeft helemaal niks verdiend.
Je had drie mogelijkheden. Hè? Je kan natuurlijk anoniem en rustig oud worden in Roemenië en trouwen, kinderen krijgen en daar blijven. Je kan gaan studeren om turntrainster te worden. En je kan op de Amerikaanse tour gaan, zeg maar, in de promotiesfeer. Voor het laatste heb je gekozen. Waarom? În viață am trei posibilități, de a rămâne în România și a fi o simplă antrenoare, de a sta cu părinții și a nu face nimic. De aceea am ales a treia posibilitate de a face acest turneu, să demonstrez lumii că încă mai sunt Aurelia Dobre din trecut. Ze wil aan iedereen laten zien dat zij toch Aurelia Dobre blijft, met hetzelfde ontzettend veel van toenste carrière houden, blijven houden. Dat wil aan iedereen laten zien. Dat is voor haar echt een obsessie, een passie geweest en ze blijft nog steeds. Aș vrea să specific ceva. Olanda a devenit pentru mine a doua țară. Datorită faptului că în timpul Revoluției, Olanda a fost prima inimă caldă care ne-a ajutat atât sufletește cât și material. Nederland is de tweede moederland geworden, want Nederland heeft zo ontzettend veel Roemenië geholpen. En Nederland heeft zo'n warm hart voor iedereen. Maar dan moet je wel zeggen dat ze een beetje de taal gaat leren nu in Nederland. Maar zij is pas twee maanden hier. Ja, dat is natuurlijk zo. Dat is natuurlijk. Maar jij twee jaar? Nog niet in de. Maar je spreekt het fantastisch. Ik heb je altijd zeer bewonderd. Ik heb altijd met groot genoegen naar je gekeken. Ik wens je het allerbeste. En ik hoop je over een jaar nog eens een keer terug te zien aan deze tafel. En dan hoop ik dat ik in het Engels of in het Nederlands met je kan praten. Dank je wel voor je komst. Alsjeblieft. En jij bedankt voor het vertalen.